What's up, beautiful souls? En welkom terug. Deze week gaan we kijken naar de weektraining en de weekenergie van deze week. Ik voel me iets beter dan de afgelopen week. Iedereen was ziek bij mij. Vandaar ook natuurlijk geen weekreading. Ah, Mercury retrograde in full effect. Maar wel op een heel healende manier. Dus laten we kijken wat met deze kaarten, wat de weekenergie, het thema van de week wordt, waar we een beetje op kunnen aftunen of intunen. Let me see. Thank you. Yes. We are ready for you to shift. Show us what you got. Oh, I got two. Dat was niet de bedoeling. But we will ride with it. Nee. De eerste kaart die ik heb voor jullie is The Mountain. En deze kaart staat Stand Your Ground. Yes. En de volgende die we hebben is Shield Maiden. Make plans and focus. I do love this card, following up this card. Wat het me eigenlijk aangeeft is, de energie blijft bewegend. De energie blijft actief. Er blijft veel gebeuren de aankomende week. Zowel intern als om je heen. Waardoor het voelt alsof je misschien soms een klein beetje beïnvloed wordt door wat er om je heen gebeurt. En daar heel erg in meezakt in de vibratie. Probeer je vibratie hoog te houden. Maar probeer wel te staan voor wat je bent en wie je bent. Ik zie hier tegelijkertijd ook de berg naar beneden gaan. Dit zijn natuurlijk je wortels, als je het zo mag bekijken. Dus voor sommigen van ons zou het kunnen betekenen dat onze roots, onze wortelen, onze familie, hoe we zijn opgegroeid, onze basis of onze stabiliteit een grote rol gaat spelen deze week. Dat kan zijn stabiliteit natuurlijk ook in financiën, huis en de material world, want dat is natuurlijk ook een bepaalde vorm van foundation en stabiliteit. Maar het kan ook zijn dat issues vanuit je childhood omhoog komen, bepaalde andere dingen zoals connectie met wie je bent, waar je vandaan komt, of family members will be pushed to the surface. Hetzelfde geldt natuurlijk voor je financiën en hoe je daarin, hoe je daar tegenover staat en hoe je daar, wat je progress daarmee is eigenlijk, wat je relatie daarmee is. Dit komt omhoog om je te helpen te healen. Deze aankomende maand of deze aankomende paar weken en natuurlijk, ik wil zeggen al sinds de volle maan eigenlijk, is er een energie in het sign of Taurus, een stier in het Nederlands, die heel erg gaat om vastigheid, stabiliteit en het creëren van die stabiliteit. We hebben nu een hele hoop harde werk gedaan in de afgelopen paar maanden. En nu zijn we eigenlijk voor 2020 het platform aan het creëren waar we verder op gaan bouwen. Maar daarvoor moeten de laatste dingetjes nog een beetje naar boven getild worden. Als we het over bouwen hebben, hebben we dan natuurlijk hier met de kaart die zegt make plans and focus. Wat het me eigenlijk aangeeft, als het gaat om de aankomende week, is dat je, ik voel vooral, de manier van denken aan het veranderen is. Je manier van hoe je in de wereld staat of je perspectief is geshift. En nu ben je plannen aan het maken en aan het kijken waar wat hoort en hoe je vanuit hier verder gaat. Je bent plannen aan het maken om ervoor te zorgen dat 2020 voor jou stabieler is. Dit kan zijn stabieler in je relatie, stabieler in de relatie met jezelf, stabieler in je gezin, stabieler in je werkomgeving. Maar wat je ook doet, ik voel dat stabiliteit en het beschermen van wat je hebt opgebouwd en je progress tot nu toe een hele grote rol gaat spelen. Mogelijk voor sommigen van ons dat wat betreft de roots en de foundation, we ons ook echt het gevoel hebben dat we die moeten beschermen. Dat we moeten beschermen waar we voor staan. Dat we moeten beschermen om onze financiën in orde te houden. Dat we moeten beschermen ons huis. Or some safety issues or issues around feeling safe in yourself and in the world will come up for you. En ik denk dat dat een heel positief is. Juist, ook al triggert het heel erg, geeft het wel een hele grote opportunity om het nu op te ruimen, op te vegen, uit te pluizen. En dan vervolgens verder te gaan met een nieuwer inzicht en een nieuwer gegeven en een nieuwere jou. Waardoor je eigenlijk tegen het universum kan zeggen, oké, I'm ready for the next step. I'm ready for the new downloads. So let's see what the other energy is. Wat hebben we nog meer voor energie voor de aankomende week? Alle mensen die intunen. Dit is natuurlijk een general reading. Dat betekent dat ik intune op het collective. Op de mensen die over het algemeen intunen op mijn message.
wekelijkse message. Ben jij zo iemand die wekelijks terugkomt? Laat me weten in de comments. Ik vind het echt heel erg leuk om natuurlijk te zien dat jullie er zijn. Dat je de reading geluisterd hebt. En ik ben ook heel benieuwd hoe je afgelopen weken zijn geweest. Thank you. Yes, one more please. Oh, oké. Okay. We hebben de drie. Recognition and reward. Herkenning en waardering. Of een reward. Wat is het woord voor reward? Een reward. Verdienst. Cadeau. Een prijsje krijgen. Zo'n soort iets. Die. En dan hebben we de 9. Material harvest. Daar had ik net ook al een beetje over. De foundation. Je foundation. En dan hebben we nummer 15, Temptation. Nou, dit is in het traditionele tarot is dit de duivelskaart. De duivelkaart. En dan hebben we natuurlijk 3 en we hebben een 9. We beginnen met recognition en reward. Wat ik heel duidelijk voel is het stukje roots wat naar boven komt. Wat naar boven gepusht wordt, waar je getriggerd wordt, heb ik heel sterk het gevoel dat je op zoek bent naar een bepaalde erkenning. Naar mensen die gelijkgestemd zijn, naar mensen die je begrijpen. En het kan dus ook zijn deze week dat er wat miscommunicatie zijn. Wat tada, natuurlijk helemaal niet gek is, omdat het natuurlijk Mercury retrograde is. Maar daarnaast is er een soort van een opkomst van energieën die een klein beetje met elkaar clashen. Maar wat in Nederland natuurlijk ook helemaal niet raar is rond dit tijdstip, rond deze periode in het jaar. Zijn er natuurlijk zeker clashes. En wordt er ook heel erg gezocht naar een bepaalde erkenning. En ik voel ook dat deze week voor iedereen die intuned. Maakt niet uit waar je staat met je visie, met je mind. Dat dit gaat spelen. Dat het zo gaat zijn dat je je misschien op bepaalde momenten heel erg onbegrepen voelt. En dat je heel erg de connectie zoekt met mensen. Connectie zoekt om begrepen te worden. En ik zie dat sommige van jullie niet, all of you, maar sommige van jullie hebben heel hard werk geleverd om een bepaalde situatie voor iemand beter te maken of iets te veranderen. Of iemand te helpen met to accomplish something. En je hebt daar niet een bepaalde reward voor gekregen of recognition. En ik weet dat natuurlijk niet, je moet niet iets doen voor iemand om daar iets voor terug te krijgen. Maar in this case, I kind of feel like it would have been in its place. Het zou goed geweest zijn als die persoon had gezegd, hey, joh, dankjewel. En ik heb een beetje het gevoel dat dit te maken heeft met omdat we een 3 hebben natuurlijk, met de harmonie van of een liefdesrelatie, of de harmonie in familie. Dat kan zijn moeder, vader, kind. Of noem het maar op, in ieder geval something family related or love related. Daar is een erkenning waar iemand heel erg sterk naar op zoek is. Drang heeft om erkend te worden. Ben jij degene die mogelijk in een relatie zit en het gevoel hebt dat jij je partner niet genoeg erkenning hebt gegeven of waardering hebt gegeven, dan is dit jouw ping belletje om nu even je partner extra liefde te geven. Of je dochter, of je zoon, of je vader, je moeder, of wie dan ook rondom je. Als je het idee hebt dat zij iets hebben geprobeerd, of hebben geprobeerd zich ergens voor jou een beetje aan te passen, of iets voor jou te doen, en het is langs je heen gegleden om daar wat van te zeggen of waardering over te uiten, is dit het moment. De 9 geeft aan dat er een nieuwe periode aankomt. We are coming full circle als een collective natuurlijk. Daar hebben we natuurlijk al een aantal weken over gehad. Dat komt nu vooral ook omhoog wat betreft onze stabiliteit, wat betreft onze materialistische belevingswereld, financiële belevingswereld, fysieke belevingswereld. Zoals we een paar weken geleden al gesproken hebben, komt het spirituele kennis die we hebben opgedaan en het aardse wereld wordt nu naar elkaar toegetrokken, zodat het met elkaar kan integreren. Dat is wat er op dit moment gebeurt. Maar dat zorgt er ook voor dat er natuurlijk aha-momentjes komen wanneer je erachter komt dat je financiën misschien niet zijn zoals je graag zou willen. Of dat, ik zie ook een scheiding, dus het kan zijn dat iemand is gaan scheiden of gaan scheiden is van huis of van huis is gegaan. Ik zie 2 huizen van elkaar afgaan. En er mogelijk dingen verdeeld moeten worden. Of je ineens erachter komt, hey, dat je er met veel minder moet doen dan je daarvoor had moeten doen. We hebben een klein beetje een herstelperiode nodig. Om deze dingen op een juiste plek te zetten. Om even achter die documenten aan te gaan. Om even te zorgen dat de rekeningen betaald zijn. Om even te kijken, oké, hoe gaan we plannen in de aankomende maanden? Hoe gaan we plannen in 2020? Hoe gaan we vanuit hier verder financieel gezien, materialistisch gezien, maar ook fysiek gezien? Hoe gaan we met onze
onze lichaam in de aankomende paar maanden. Dit zijn allemaal dingen die door ons hoofd spoken of die omhoog komen. Of dat er een situatie zich ontstaat deze week waarbij dat nodig is voor jou om daarnaar te kijken. En omdat we de 9 hebben natuurlijk, is het een situatie die full circle komt. Dus full circle komt. Waarbij het dus een eindigende periode is. Dan hebben we nog de temptation hier. En het wat me heel erg opvalt is dat deze persoon naar een sleutel probeert te reiken. Sleutel probeert te reiken. En als je goed kijkt, er staat een hartje hier. Maar dan zie je hier, ik weet niet of je het goed kan zien. Wacht. Hier is het... de keyhole, waar je de sleutel in kan doen. Ik heb het gevoel dat we door alle hustle en bustle die om ons heen gebeurt, de afleiding, de vibraties, wat ik al in het begin al zei, wat ik als energie een beetje voelde, dat we daardoor eigenlijk een beetje verder af komen te staan met wat er hier intern gebeurt. Ondanks dat er heel veel intern gebeurt, heb ik het gevoel dat we met moeite bij die sleutel komen om die deur te openen en naar de volgende level te gaan, als ik het zo mag zeggen. Die sleutel is wel in handbereik, maar ik heb het gevoel dat er dus allerlei dingen om ons heen gebeuren, waardoor het ons wat langer duurt voordat we eindelijk die sleutel letterlijk te pakken krijgen. En als ik dan wil weten meer over de temptation, more over de cards die we net hebben getrokken. Thank you, please. Oh ja. One more, please. No, two. Wat hebben we nog? Okay. Ja, de eerste kaarten die we krijgen is Embracing Family nummer 8. En hieronder kwam Stubborn nummer 40. Dan hebben we nog Rejecting Emotions en Pushing the Envelope. Ja, nummer 17. Wat ik hierbij heel erg voel, wat ik net al zei, familie gaat een ding zijn, familie gaat omhoog komen, familie gaat waarschijnlijk ook wat betreft herwaardering, waarschijnlijk ook wat betreft onze roots, omhoog komen. En het gaat een grote rol spelen met een bepaalde vorm van healing voor ons. Ik heb het idee dat sommige van ons heel veel moeite hebben om los te laten of koppig zijn, controle proberen te behouden als het gaat om een bepaalde situatie rondom familie of rondom je roots. En je zit eigenlijk een beetje in de knoop met jezelf. Want als je goed kijkt naar dit poppetje, dan zie je ook een poppetje wat een beetje helemaal in de knoop zit. Ik heb het gevoel dat de situatie die omhoog gaat, is een situatie waarmee je of dit moment in de knoop zit met jezelf of ooit in de knoop heb gezeten met jezelf. And now it's time to address that overnieuw. Hierbij komen veel emoties omhoog, wat ik al zei. Ik heb het gevoel dat sommige van ons met moeite bij deze emoties komen. En dus ook proberen te reject these emotions. Proberen afstand van te doen. We hebben natuurlijk de 4 hier. That's all about foundation, stabiliteit en plannen. En we hadden natuurlijk ook maak plannen en focus je daarop. Dus ik heb het gevoel dat er ook een aantal plannen gemaakt gaan worden deze week. Wat betreft familie en wat betreft het healen van familie. Of het meer herconnecten met familie. Dingen een beetje uit de knoop halen. Als er bepaalde dingen, ritmes niet meer werkten. Als je het gevoel hebt als ouder of als partner. Hey, ik doe wel heel veel alleen en ik voel me niet voldoende gesupport. Dan zijn dit dingen die nu naar de voorgrond geduwd worden en waarbij het kan tekenen dat er een clash komt voordat er een oplossing komt. Niet te min, is niet erg. Dit is gewoon iets wat zich simpelweg moet ontwikkelen, zodat we een nieuwe start kunnen hebben, want we hebben na de 3 natuurlijk de 1. Dus we willen dat er eerst, om harmonie te krijgen en eenheid te krijgen, moeten we overnieuw beginnen. En wees heel voorzichtig dat je niet te veel probeert met de stubbornness card en pushing the envelope, om je eigen zin door te drukken. Probeer ook te luisteren en probeer ook te absorberen en probeer ook te kijken en te observeren naar en je eigen emoties en gevoelens en die van een ander. Dan word je minder afgeleid en dan kun je makkelijker bij die sleutel die uiteindelijk gaat leiden naar de nieuwe week en de nieuwe week met een energie. Nou, ik heb het idee dat de aflopende, ja, want als het goed is gaat Mercury Retrograde direct deze week. Dus het is een afsluitende fase van Mercury Direct. En ik heb het idee dat we daarna... We hebben natuurlijk shadowperiode nog wel. Maar daar dan wordt de energie wat zachter. Wat minder confusing als het gaat om onze communicatie. En... Oh, wat wil je zeggen? We hebben hier sharing, wisdom. We hebben zelfliefde en de underworld. Ja.
Want nu gaan we een beetje door een periode heen waarbij er dingetjes vanuit diep van beneden komen, waar je wortelen groeien, waar je basis is gelegd. Zaadjes groeien natuurlijk in het donker, in de modder, in de dirt. En daar ben je uit omhoog gekomen. En you're trying to reach for the stars, you're trying to reach for the sky. En hier is veel zelfliefde voor nodig. En ik denk dat met wat er deze week speelt, dat zeer zeker zelfliefde een heel groot deel hiervan is. Met hoe hou ik van mezelf? Waar ga ik vanuit hier vanaf nu naartoe? Wat wil ik al in mijn foundation hebben? Hoe wil ik mijn financiën hebben? Hoe wil ik mijn familie hebben? Al die dingen ben je aan het bekijken. Die wil je nu stabieler hebben. Daar wil je nu verder mee doorgaan op een manier die je helpt om stevig in je schoenen te staan. En geluk te omarmen. Liefde te omarmen. Rust te omarmen. Want het is tijd. En ik voel ook, we zijn heel dichtbij de periode waarin we steeds meer bouwen naar eenheid, naar liefde, naar ons purpose. En 2020 gaat zeker nog wel een jaar zijn waarin we veel gaan bouwen. Ik wil het zelfs bijna een bouwjaar noemen. Echt, misschien ga ik het ook wel een bouwjaar noemen. Zoals we dit jaar de Phoenix hebben bestempeld, wordt dit misschien wel volgend jaar wel het bouwjaar. Omdat ik voel dat er hier... We zijn er klaar mee. Allemaal. Ik denk dat we allemaal op een punt zijn dat we zeggen, het is genoeg. Dan. We got the point. We hebben genoeg gerouwd. We hebben genoeg gehuild. We zijn genoeg boos geweest. Ik ben genoeg dit geweest. Ik ben genoeg gefrustreerd geweest. Nu is het tijd voor een change. Nu is het tijd om te doen wat voor mij goed voelt. Te luisteren naar mijn hartje. Te luisteren naar wat ik wil. Welke richting ik op wil. En vooral ook die kennis die je in de afgelopen periode hebt gedaan. Op te doen. Dus zeer zeker als er mensen in de put zitten en zich down voelen. Ik voel dat dit langzaam aan een stapsteen. Een brick. Stepping stone wordt waarin je meer uit die oude energie kruipt en in een nieuwe energie. En die nieuwe energie gaat nog een beetje unsettling zijn, want je hangt nog een beetje hier en daar en het is nog niet allemaal helemaal zeker. Maar het gaat wel lichter zijn. Het gaat wel beter zijn. Het gaat wel meer gefocust zijn op de foundation. Het gaat wel meer gefocust zijn op stabiliteit, maturing, coming full circle en starting a new one. Zoals we natuurlijk al de afgelopen maanden mee bezig zijn geweest. Dus ik hoop dat je hier wat mee kan. Laat me nog een kaartje trekken. Ik trek een kaartje voor self-care. Wat je kan doen deze week om je energie lekker hoog te houden. En dan ga ik je lekker je week in laten gaan. Lekker laten genieten. Lekker uitbalanceren op de energie die er is. Neem jezelf niet te serieus. Neem emoties niet te serieus. Neem andere mensen niet altijd te serieus. Luister naar ze met een open hart. Maar luister door de lettertjes heen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Niet dat je ze niet serieus moet nemen. Nou, het zal wat hij zegt. Nee. Maar luister naar wat er ook niet gezegd wordt. Luister ook naar wat er tussen de lettertjes doorgezegd wordt. Ja, zullen zinnetjes en de woordjes door. Thank you. Ik heb er 3 gepakt. De eerste die we hebben is be still. Neem wat rust, neem wat ruimte, neem wat tijd om te herstellen. Het is natuurlijk een periode waar veel mensen ook ziek zijn. Luister dus ook goed naar je lichaam. Dit zal je heel erg helpen om ervoor te zorgen dat die energie niet zo overweldigend is op het moment dat je wel tegen challenges aanloopt. Het helpt je ook om meer geaard te blijven. Omdat we natuurlijk de Underworld card hebben, we hebben de Temptation card, we hebben de Mountain card. Voelt het wel, en ook de Rejecting Emotions, voelt het wel alsof het een week gaat zijn waarin we onszelf wel goed moeten aarden en tot rust moeten komen. We hebben Connect Connecting to the moon. Probeer ook te kijken naar de fase van de maan waar je in zit. Ik heb het idee dat het bewust is voor sommigen die kijken, die vrouwen zijn. Om te luisteren naar je cyclus. Naar wat gebeurt er in je baarmoeder, in je womb. Waar heeft dat aandacht nodig? Dit kan betekenen extra vruchtbaarheid voor sommigen van jullie. Dus mogelijkheid op zwangerschap. Voor anderen voelt het alsof je moet kijken naar de fases in je leven. Kijken wat voor fase je nu bent. En kijken of je repeated patterns ziet van het afgelopen jaar die zich nu naar boven pushen, zodat je er wat mee kan doen. Plannen vakantie. En dat kan letterlijk zijn een vakantie naar de zon toe, een vakantie met je familie, maar dit kan ook zijn een dagje weg. Dit kan ook zijn een date met jezelf. Doe in ieder geval iets en ga op zoek naar iets waar je
waar je tot rust komt, waar je kan rechargen. Want dat is wat een vakantie doet. Het helpt je rechargen, het helpt je nieuwe inzichten krijgen. En meestal, als ik in ieder geval op vakantie ga, dan kom ik altijd terug met allemaal aha-momenten dat ik denk, oké, zo wil ik het niet meer, zo ga ik het niet meer doen. Ik ga het nu zo, zo en zo doen. Je hebt het even nodig met die be still en ook het connecten, hè, met zo heeft de hand op de hartchakra. Het connecten, het is even belangrijk om terug naar jezelf te komen, in te keren, om te plannen, te rechargen en ervoor te zorgen dat je vooral beweegt in zelfliefde. En enkel en alleen als je vanuit zelfliefde beweegt, kan je ook liefde hebben en laten zien aan anderen. Dus dit is jouw weekreading. Let me know if it resonates. En ik wens je een hele fijne week. Dag!